Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en aan de andere kant van de lijn Dave Albers. Goedemorgen. Hele goedemorgen, Jarno. Goedemorgen, Dave. We gaan beginnen met het meest gelezen item op VI.nl. En dat waren de beelden die verschenen van Memphis Depay. Memphis Depay heeft nog steeds geen nieuwe club, maar werkt wel hard aan zijn conditie. En dat doet hij in dit geval in Monaco. Ik ben benieuwd naar hoe jij naar die beelden hebt gekeken. Ja, het was precies zoals je het van Memphis Depay verwacht. Hè? De beelden zagen er allemaal super gelikt uit. In het shot zag je aan de rechterkant zag je ook nog een paar mooie jachten liggen in de haven van Monaco. En daar was hij in een soort buitengym. Was hij met ballen aan het gooien, aan het springen en aan het werken aan zijn fitheid. Want Memphis is natuurlijk transfervrij. Zit om die reden, heeft Ronald Koeman hem ook niet bij Oranje gehaald. Hij moet eerst een nieuwe club vinden. En gisteren kwam het nieuwsbericht van Marco Timmer over dat er een aantal clubs heel concreet voor hem zijn. En dat zijn, er werden 3 clubs genoemd. En dat waren FC Porto, AS Roma en daarnaast nog een grote club uit de Premier League. Maar het bleef in het midden welke dat was. Oké, okay, en als je dan die clubs zo hoort, wat acht jij het beste voor Memphis? Ik denk dat hij sowieso een club moet hebben waarin hij heel erg kan excelleren. Ik denk dat hij daar heel goed bij gedijt. Dat hij echt zeker weet dat hij de man is. Dus niet dat er nog 3 andere spelers zijn op zijn positie. Maar dat hij gewoon weet, ook al heb ik een blessure, ook al kom ik terug, ben ik de beste. Dus wat dat betreft denk ik dat een subtopclub voor hem wel ideaal is. En dan is denk ik Roma in Italië. Lijkt me ook nog moeilijk voor hem. Dan kom je toch iets minder, niet super aanvallend spel, kom je toch iets minder aan je doelpunten. Maar een club als FC Porto qua niveau, daar zijn ook heel veel kleinere clubs waar je gewoon tegen kunt scoren. Is goed voor zijn zelfvertrouwen, daar gaat hij goed op. Dus bij FC Porto kreeg ik eigenlijk wel een goed gevoel. En dat is ook een competitie. Ja, in het verleden, jongens als Bas Dost hebben daar gewoon de doelpunten aaneen geregen. Ricky van Wolfswinkel pikte af en toe nog een doelpuntje mee. Dus wat dat betreft, Memphis met zijn fysieke toestand nu, denk ik dat dat een hele goede optie voor hem is om toch uit te blinken, om toch dat zelfvertrouwen omhoog te pompen en lekker zijn doelpuntjes mee te pikken. Ja, precies. Eigenlijk een prominente rol binnen een elftal. Dan moet je toch weer terugdenken aan de tijd bij Olympique Lyon. Misschien wel een van zijn beste periodes in zijn carrière. Precies, daar was hij gewoon de grote man. En daar wist iedereen gewoon dat hij de eerste was die op het wedstrijdformulier werd gezet. En daar ging dat heel erg goed. En dat was veel minder bij Barcelona, bij Manchester United, waar hij natuurlijk heel erg jong was. En nu ook bij Atletico Madrid, waar hij natuurlijk wel heel veel pech heeft gehad met blessures. Maar over het algemeen, ook als iedereen fit was, dan wist je niet zeker dat hij daadwerkelijk op het wedstrijdformulier zou staan. En ik denk, dat is gewoon, het lijkt me gewoon een jongen die dat enorm nodig heeft. En daarom lijkt me Porto wel een hele mooie club. Mooie stad ook. En in het artikel stond ook nog dat Memphis nog niet voor open stond om terug te keren naar Nederland. Want hij wil nog echt spelen op het allerhoogste niveau. Wat dat betreft kun je ook discussiëren van is Portugal het allerhoogste niveau. Maar ik snap wel dat hij nog niet terug wil naar Nederland. Want dan, hij is 30 jaar, hij kan denk ik nog meer. En bovendien denk ik ook dat veel spelers het niet kunnen waarmaken om dan terug te keren naar Nederland. En ja, we zijn over het algemeen een vrij kritisch publiek in Nederland. En ik weet niet of je daar heel erg vrolijk van wordt als Memphis om dan weer op de Nederlandse velden te gaan rondstruinen. Ja, de andere kant, je kunt ook zeggen van zaken zullen wederom vertrouwd zijn. En het allerhoogste niveau is ook de Champions League. Wat dat betreft zijn er dan 2 ploegen in Nederland waarbij je ook weer kan laten zien. Ja, en ook zijn hoe hij verder in het leven staat of zo. Het is iets groter dan wij in Nederland gewend zijn. En hij heeft in Nederland daar natuurlijk in het verleden ook nog wel wat dingetjes mee gehad. We zijn in Nederland toch altijd van doe maar normaal. Ik vind zelf dat hij zo gek mag doen als hij wil. Maar ik snap wel dat het voor hem nog niet per se als het moment voelt om daarin terug te keren. En ik denk dat het ook wel mooi is om nog een buitenlands avontuur aan zijn cv vast te plakken. Ja, precies. Als we het dan hebben over spitsen en over transfers, dan het meest gelezen item op VE Pro kwam van Martijn Krabbendam. Het gaat over het pokerspel rondom Santiago Jiménez.
Nottingham zou interesse hebben, daar is onderhandeld met Feyenoord. Een bedrag van 25 miljoen is op tafel gekomen. Vervolgens is dat van tafel afgeveegd. Er zijn ook geluiden dat hij zelf naar zijn zin heeft bij Feyenoord. Kortom, er gebeurt heel veel daaromheen. En de vraag is dan altijd van welk belang telt het zwaarst? Het persoonlijke belang, de clubs die geld willen verdienen. Het is in ieder geval een boeiend spel om te volgen. Maar wat ik het meest opvallend vind, en misschien is dat een tikje naïef, Nottingham Forest. Daarvan denk ik van ja, voorheen was het zo van als je dan de topscorer op een gegeven moment in Nederland bent geweest. Je hebt het goede periode gehad bij Feyenoord of bij een andere topclub. Dan is het niet zozeer reëel dat je dan naar een Nottingham Forest ging. Net zoals Jurgen Locadia in zijn tijd naar Brighton en Hove Albion ging. Toch komt het nu wel vaker voor, omdat de Premier League, hoe dan ook, dat is de competitie. En of je nou laag of hoog speelt, dat is niet zo relevant, lijkt het wel. Maar ja, voor kort geleden, toen hij echt nog in bloedvorm was, werd zelfs Real Madrid gelinkt. Dan is dit toch best wel een opvallende stap dat je ineens van Real Madrid naar Nottingham gaat. Dat die berichten, ja, daar zit niet eens een hele grote tijd tussen. Nee, ik snap ook heel erg dat het voor hem heel erg schakelen is. Dat werd ook duidelijk beschreven in het artikel van Martijn, inderdaad. Hij was vorig jaar nog bij een ESPN-docu, waarin hij een shirt van Real Madrid overhandigd kreeg van zijn landgenoot Hugo Sanchez, die daar natuurlijk heeft gespeeld. Ja. En op dat moment waren die grootste dromen ook helemaal niet zo gek. Echt alles wat die man aanraakte veranderde aan het begin van het seizoen in goud. Maar op een gegeven moment stokte dat. Dus ik probeer me ook heel erg voor te stellen voor zo'n jongen, dat hij heel erg zijn zelfbeeld over waar hij heen zou gaan, dat is gewoon enorm veranderd in een korte tijd. En dan snap ik dat je niet super wild wordt van de club Nottingham Forest. En daarnaast, waar ik nu ook over na zit te denken, ik denk ook helemaal niet dat hij geschikt is om degradatievoetballen in Engeland te gaan spelen. Ik denk helemaal niet dat hij daar de man voor is. Ik denk sowieso, je moet je afvragen of hij wel snel genoeg is en sterk genoeg is voor de Premier League. Maar helemaal voor dat degradatievoetbal denk ik dat je iets heel anders nodig hebt dan Santiago Giménez. Ja, precies. Nou ja, goed, je zegt het terecht, degradatievoetbal. Ik denk dat ze meer op eigen helft komen, dat het aandeel aan de bal minder groot zal zijn dan dat hij gewend is bij Feyenoord, waarin hij vooral in de eindfase bereikt gaat worden. De vraag is nu eigenlijk van, ja, waar gaat dat naartoe? Hij geeft aan dat hij het ook prima naar zijn zin heeft bij Feyenoord. Dus hij zou kunnen kijken van, nou, ik blijf nog, ik ga kijken of mijn oude vorm weer kan halen en zorgen dat de juiste clubs weer voor hem in de rij komen. De andere kant is, ja, wat gaat er gebeuren als de Griekse miljardair van Nottingham toch een recordbedrag op tafel gaat leggen? Ja, dat is inderdaad voor, dan gaat Feyenoord misschien denken van, we willen je toch graag verkopen. Ze hebben natuurlijk in het verleden ook natuurlijk ooit de kans gehad om Nicolai Jurgensen voor een heel groot bedrag destijds aan Newcastle te verkopen. Toen is besloten om dat niet te doen. Achteraf kun je wel zeggen dat niet een hele slimme keuze is geweest, want Jurgensen die raakte geen bal meer en dat geld zou die nooit meer waard worden. Dus dat is een beetje de vraag. En ook, ja, wat gaat voor Giménez wegen? In het artikel stond ook dat hij tussen de 3 en 4 miljoen per jaar daar kan verdienen. Is dat het dan wel waard om die kant op te gaan? Want aan de ene kant kun je zeggen, oké, hij kan naar een kleine club in de Premier League. Je kunt het 1 jaar heel goed doen. En je kunt een stap omhoog maken, zoals misschien Wijnaldum in het verleden bijvoorbeeld heeft gedaan. 1 goed jaar in Newcastle en dan doorpakken. Maar aan de andere kant, je kunt ook zo'n seizoen krijgen waarin je 3 doelpunten maakt, degradeert met Nottingham Forest. En hoe zit het dan met je carrièreplan? Dus ik snap wel enorm dat die Giménez zijn hersenpan momenteel overuren maakt over wat is de juiste beslissing, wat is de juiste keuze voor mij om te maken. Maar het wordt heel interessant de komende dagen, want nu staat eigenlijk Giménez en Feyenoord staan erin. Voor dit bod willen ze het allebei niet. En Giménez twijfelt enorm over de club. Maar wat gaat er inderdaad gebeuren als ze direct met een 40 miljoen over de brug komen? Wat gaat Feyenoord dan doen? En wat voor druk wordt er op Giménez gezet? Wat gaat er gebeuren? Dat is dus een heel interessant spel om de komende dagen in de gaten te gaan houden. Ja, 1 ding is zeker, Martijn Krabbedam zit er bovenop, dus zowel op provi.nl als er iets van beweging is, dan zal het te lezen, te beluisteren of te bekijken zijn. Misschien nog wel een tip voor Giménez om naar de voorspelshow met Bas en Pieter te gaan kijken van gisteren, waarin ze dus eigenlijk de ranglijst gaan voorspellen van de Premier League. Nou, daarin kan ik wel aangeven dat Nottingham het heel zwaar gaat krijgen, dus misschien dat hij op basis daarvan nog toch maar even rustig na moet gaan denken.
Dan gaan wij iets heel anders bespreken, Dave. En we gaan het iets minder over voetbal hebben. Jij maakt bijzondere verhalen voor Voetbal International. Zo raakte jij in gesprek met André Ooyer. André Ooyer kennen we natuurlijk van PSV, Ajax, avonturen in het buitenland. Brazilië, die heb je uiteraard ook besproken. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat ook aan bod is gekomen. Maar het belangrijkste is eigenlijk zijn hele leven voetbal. Dat doet hij niet meer. Maar wat doet hij nu? Ja, André Ooyer inderdaad. Je omschrijft het net al. Een vrij grote voetballer geweest in de zin van 55 interlands. Wat ook wel bijzonder is aan zijn carrière is dat hij 7 keer landskampioen is geworden in de Eredivisie. 5 keer met PSV, 2 keer met Ajax nog aan het einde van de rit. Maar en na zijn carrière rolde hij eigenlijk direct door in die voetbalwereld. Hij ging stage lopen bij PSV. Heeft daar allerlei functies gehad op de commerciële afdeling, meer in de jeugdopleiding. En op een gegeven moment ging hij ook individueel met spelers werken. En uiteindelijk is hij doorgestroomd naar het eerste elftal. Want ze zochten een type die een beetje het PSV-DNA zou beschermen in de tijd dat Roger Schmid naar de club kwam. Die nam allerlei assistenten mee. En toen zochten ze iemand die ook een beetje de belangen van PSV in de gaten zou houden en naast Schmid zou gaan zitten. Nou, dat heeft hij toen gedaan, daarna ook nog Van Nistelrooy. Hij ging privé ook door een wat onstuimige tijd in die periode. En hij begon steeds meer te merken dat hij een beetje aan het overlopen was. En hij kon er steeds, het begon hem een beetje tegen te staan, dat eigenlijk voetbal vanaf zijn 12e, of ja, wat is het, vanaf zijn 8e waarschijnlijk, eigenlijk zijn agenda bepaalt. Dus dat ieder weekend moet je voetballen, wat natuurlijk in je spelerscarrière het beste is wat er is. Maar op een gegeven moment nu begon hij te merken van, ja, ik wil ook een keer naar de verjaardag, als mijn zoon jarig is, wil ik daarbij zijn. Hij was opa geworden, daar wilde hij wat meer tijd voor zijn kleinkind hebben. Dus op een gegeven moment heeft hij toen besloten, in dat jaar van Ruud van Nistelrooy, heeft hij halverwege dat jaar al besloten om te zeggen van, aan het einde van het jaar stop ik ermee. Ik wil even afstand van dat voetbal. En dat heeft hij toen gedaan. En toen heeft hij eerst een tijdje niks gedaan. Maar zijn vriendin, die had een soort, die had een eigen bedrijf begonnen, waarin ze servetten bedrukte en dingen voor restaurants bijvoorbeeld uit handen nam. Dus kleine klusjes. En toen had Ooyer zoiets van, ja, ik zit hier thuis. Ik heb momenteel toch niet echt veel te doen. Laat mij die dingen maar naar die mensen brengen. Dus hij ging een beetje rondrijden. Dus dan kon het zijn dat je als restaurant glazen had laten graveren bij een willekeurig bedrijf in Eindhoven. En dat ineens André Ooyer binnenkwam lopen om die dingen te brengen. En hij begon eigenlijk steeds meer te merken van, ik gedij er eigenlijk wel goed onder dat ik nu niet in die voetbalwereld continu zit. En hij, dat bedrijf werd steeds groter, er werd een grote multinational gestrikt. En uiteindelijk is hij ingestapt en nu heeft hij een vrij groot kantoorpand in Eindhoven met een enorme loods erachter waar ze producten opslaan voor bedrijven. Maar ja, het is een soort marketingbureau, maar ze doen eigenlijk van alles. Helmond Sport had een keer voor de jeugdopleiding kampioenschaaltjes nodig omdat ze kampioen waren geworden. Nou, dan gaat hij regelen dat binnen hun budget geregeld kan worden en dan zit hij zelf die kampioenschaaltjes in te pakken. Maar bijvoorbeeld ook productpresentaties voor bedrijven. Dus dan als er een nieuw product gelanceerd moet worden, dan zorgt hij ervoor dat het allemaal helemaal netjes eruit ziet en allemaal goed verloopt. Dus dat zei hij ook wel leuk met zelfspot. Ja, dan zit ik van tevoren de vaccinelichtjes aan te steken en te zorgen dat het allemaal een beetje gezellig is. En aan het einde van zo'n dag krijgen die mensen dan ook allemaal een cadeautje mee. En nu was dat toevallig een fles wijn. En dan staat Ooyer die flesjes wijn uit te delen. En dan komen er toch langzaam wel mensen naar hem toe. Die hem wel de hele tijd hebben zien staan. Van zo speel je een kwartfinale tegen Brazilië. En zo sta je hier flesjes wijn uit te delen. Dus hij is een compleet andere weg ingeslagen. En daar gaat dat hele verhaal over. En eigenlijk was hij er wel heel gelukkig mee hoe dat nu gaat. En ja, op het einde natuurlijk de vraag, zie je zelf ooit nog terugkeren in de voetballerij. Hij zei, ik zeg nooit nooit. Maar voor nu is dit gewoon wat hij gaat doen. En ziet hij zichzelf voorlopig echt niet terugkeren. Hij gedijt er hartstikke goed op iets minder stress en iets meer rust. Dus dat verhaal is te lezen op VI Pro. Ja, hartstikke leuk verhaal. Ik heb het doorgelezen. Er staan ook een aantal leuke anekdotes in. Waar ik er nog wel nieuwsgierig naar ben tot slot. Hij wil een beetje afscheid nemen van het voetbal. Meer rust.
Hoe ervaart hij dan dat, want nogmaals, dat ga je krijgen als je op een feestje bent en je zorgt dat je daar, nee, je deelt wat dingen uit. Hij zal niet één of twee keer die vraag krijgen van, joh, hoe kijk je terug op die wedstrijd tegen Brazilië? Dat zal meerdere keren. Vindt hij dat wel leuk om over te vertellen of wordt hij daar ook wel een beetje moe van? Nou, dat is altijd de anekdote die Michel van Egmond over Wim Kieft. Dat komt ook heel veel in die boeken voor over. Dat die overal wordt aangesproken op die kopbal tegen Ierland. En hij is al miljoen mensen tegengekomen die op dat moment achter de goal zaten en dat doelpunt hebben gezien. En die wordt daar doodmoe van. Maar ik heb het idee dat Ooyen daar, die vindt dat hartstikke leuk. En die kan ook geweldig vertellen, moet ik zeggen. Het is een man... Met enorm veel zelfkennis en zelfspot. Dus die kan daar juist eindeloos over vertellen. Die wedstrijd tegen Brazilië waar we het over hadden. Dat heel Nederland zijn adem inhield van... gaat nu een... wat was hij toen? 36 of 38? Nee, 36 denk ik. Gaat nu een 36-jarige transfervrije speler invallen bij Nederland tegen Brazilië. Ja, niemand die had daar vertrouwen in. Maar hij heeft het toch mooi geflikt. Dus hij vindt dat alleen maar een mooi moment. En kan daar volgens mij eindeloos over vertellen. Mooi, als we het hebben over bijzondere verhalen, ergens in de komende dagen, komend weekend, ook weer een bijzonder verhaal over komend weekend. Keisuke Honda, ik dacht echt aan een grap. Hij tekent in Bhutan voor één wedstrijd. Ja, ik zag dat nieuwsbericht een maandje geleden of zo voorbij komen bij ons op de site. En daar werd ik enorm door getriggerd. Is er dan iets goed mis met je als je daar dan helemaal van in de ban raakt? Maar dat terzijde. Maar in ieder geval, hij ging... Het nieuwsbericht was Keisuke Honda dat hij 1000 dagen na zijn laatste wedstrijd ging hij weer voetballen. En hij ging voor één wedstrijd voetballen. En dat was in Bhutan. Dat is een heel klein staatje dat eigenlijk jarenlang was afgesloten voor de wereld. Het ligt ergens tussen China en India, tussen de bergen. En hij ging daar één wedstrijd voetballen. En dat was een wedstrijd tegen een club uit Nepal, de Church Boys United heet die club, waar hij tegen ging spelen. Maar hij ging in ieder geval zijn schoenen weer onderbinden. Dus het klonk als één grote grap, want die man heeft toch natuurlijk, ja, we kennen hem van VV Venlo en van Vitesse, waar hij heeft gespeeld. Maar hij heeft gewoon ook bij AC Milan gespeeld met echt grote sterren. Dus ik was raakte heel erg benieuwd naar dat verhaal. En dat werd eigenlijk steeds erger doordat Honda ook allemaal dingen op zijn Instagram deelde. Dan zat hij weer ergens naast een kat in dat land. Dan zat hij weer ergens in een hot stone bath in een soort bijzonder bad in Bhutan. Weet je wel. Er kwamen steeds meer van die gekke dingen voorbij. Dus hij was daar daadwerkelijk. En ik ben eens in dat verhaal gedoken. Ik heb uiteindelijk met de president van die club gesproken, met de trainer van die club. Hij heeft die wedstrijd uiteindelijk ook gespeeld in een of andere modderpoel in Nepal. En nou, die mensen in Bhutan, nou, hier praten ze over 1000 jaar nog over wat ze hebben meegemaakt. Want er is nog nooit voor hun zo'n grote ster in het land geweest. En ze zeggen, we hebben hier alleen al door naar hem te kijken, hebben we zo ongelooflijk veel geleerd. En ze waren compleet wild over wat ze eigenlijk hadden meegemaakt. Ja, precies. We gaan niet alles weggeven van het verhaal. Een tipje van de sluier is wel, en dan sluiten we deze ZSM af. Normaal gesproken zou men denken van, oké, ja, dan moet het wel een exorbitant hoog bedrag zijn waarom je dat doet. Echt lucratief was het niet voor hem. Niet extreem, tenminste in wat hij gewend is. Nee, hij kreeg eigenlijk alleen een vliegticket, verblijfskosten, maar hij is een enorme avonturier. Hij heeft in zijn carrière, hij heeft ook nog in Litouwen gespeeld, hij heeft in Brazilië gespeeld, hij heeft in Azerbeidzjan gespeeld, hij heeft echt op de gekste locaties gespeeld. Dus hij ging eigenlijk gewoon puur voor het avontuur die kant op. En omdat hij één keer eerder in Bhutan was geweest en verliefd was geworden op dat land. En dit zag hij als een manier om iets terug te doen voor dat land, door ze op voetbalgebied een klein beetje te helpen. Dus het was een heel raar verhaal. Ik ben erin gedoken. Het was uiteindelijk ook geweldig om met die president van die club te praten. Die overigens gewoon zat te facetimen, zeg maar, een uur voordat er een... die zat gewoon op de tribune bij een wedstrijd. Want over een uur ging gewoon een wedstrijd in de Bhutan Premier League beginnen. Dus het was een hele andere wereld waar ik in ben gedoken. Maar mensen moeten dat van het weekend maar eens gaan lezen op VIPro. Precies. Dave, voor nu bedankt. En morgen in de aflevering van VZSM Lentin Godijk, die uitgebreid gaat vooruitblikken op de play-offs van Ajax.